Give me some. Move your body right. Pull your hands up. Move your arms around. Yep. I know soul. Nod your head. This nigga got soul. Yeah. Zo, Henk Bres, voor de ingang van de Tweede Kamer. Klopt helemaal. Wat ben je hier aan het doen vandaag? Nou, ik ben even wat inlichtingen aan het winnen over een actie die ik ga starten weer. Tegen de wet. Tenminste, de wet moet veranderd worden. Dat wil ik dan graag van in zaken pedofilie en pedoseksuelen. Dat er geen clubs en geen verenigingen en geen wat voor clubjes dan ook bestaansrecht hebben hier in Nederland. En daar gaan we een actie voor beginnen en daar gaan we over praten. En, we gaan met een heleboel mensen praten over hoe we het beste kunnen doen. Dat moet aanslaan als een bom en dat moet eens een keer echt heel gaaf gebeuren. Want het is natuurlijk al met die Martijnszaak in cassatie, in beroep. En voorlopig is het allemaal nog rechtvaardiger dat dat zullen zijn. En, er zijn mensen bij die kunnen niks doen omdat het onder de rechter is. En dan vind ik het tijd voor nieuwe harde acties. Tenminste harde acties, nette acties. Wat je van mij niet verwacht, maar in ieder geval wel acties. Kijk, hartstikke goed. Ja, het is ongelooflijk natuurlijk hè, wat er allemaal gebeurt op dit gebied de laatste jaren. We hebben zoveel voorbeelden gezien. Afgelopen week ook weer het raadslid Martin Meurs in Arnhem, dat ook weer met kinderporno gepakt is. Nou, weet je, het zijn allemaal incidenten, daar sterft heel Nederland van al die incidenten. Dat is één grote bal. En die bal die moet nou eens een keer aangepakt worden. En niet die wet die moet gewoon veranderd worden. En het is ook moeilijk om een wet te veranderen, dat weet ik ook wel. Maar, ja, het is, ik hoorde net iemand zeggen van als je een samenscholingsverbod hebt, dan komt er een wetje en dat mag niet. Ja. En dit blijft bestaan, die ellende. Die pedoseksuelen, die komen vrij, ze gaan weer met kinderen, ze rotzooi daar, ze rotzooi hier. Die wet die moet nu een keer aangepakt worden. En niet op een goede manier dan, maar kwaaie manier. Dan gaan we maar eens wat actie ondernemen. Want het moet gewoon lukken dat, dat die wet veranderd moet worden. Het is niet gezond dat seks met kinderen, dat is geen discussie over mogelijk. Het is gewoon walgelijk inderdaad. Het is inderdaad walgelijk, ja. Wat denk jij nou dat de oplossing is? Om te zien dat die mensen iedere keer opnieuw de fout in gaan? Nou, zonder meer. Nou, ik vind gewoon, allereerst dat die wet veranderd moet worden. Dat er geen bestaansrechten, verenigingen meer of wat er ook, als ze mogen elkaar niet meer zien en horen, dus, weet ik veel. En dan mag ook zeg maar, bijvoorbeeld dat er een meldingsplicht komt voor die lui. Net zoals je ziet ze veeën en die gasten die Ad van den Berg die uit de baai komen. Ja. Veroordeelde pedoseksuelen hebben ik heb het niet over pedofielen die ervan dromen, want die hebben nog niks gedaan. Ja. Natuurlijk is het niet goed te praten, want als ik dit ook heb naar filmpjes en foto's te kijken die gemaakt worden door pedofielen en toestanden. Dus, dat is net zo erg, maar die veroordeelde pedoseksuelen, die moeten gewoon of heel goed begeleid worden, chemisch gecastreerd worden, want het is geen geaardheid, het is een ziekte. Ja. Pedofilie of pedoseksuele mensen die met kleine kindertjes rotzooi, met babytjes, met peutertjes rotzooi, die zijn ziek in de kop en die moeten gewoon genezen worden. Of daar pilletjes zijn, weet ik niet, maar er zullen best zijn Viagra-pilletjes om het op te wekken, dus ze zijn ook tegen pilletjes om impotent te worden. Ja. Vroeger gingen ze het leger, kregen ze kamfer door de eten. Dus laat ze dan maar verplicht kamfer innemen, weet ik hoe dat allemaal heet tegenwoordig. Weet je wat ik bedoel, maar er moet wat op gedaan worden en dat moet allemaal in die wet komen te staan. Niet dat er een burgemeester in Tilburg zegt van, ja, maar die shit van de wet, die wil ik hier niet hebben. Nee. En dat hij daarin gaat. En ze weten het zelf niet. De wet is één groot grijs gebied op dit moment. En die wil ik gewoon veranderd hebben. Ja. Hoe denk je dat het komt, dat het zo laks wordt aangepakt? Ja, dat weet ik niet. Misschien dat er wel van de hoge hand, dat er in de top van rechters, justitie. Ik bedoel, je hebt natuurlijk Tonino gehad, de officier van justitie. Pedofiele plaatjes, kinderporno op zijn pc had staan buiten. En er is een rechter geweest, die had twee huisbanden beneden onder zijn voer leggen. Dus wie zegt dat? Kijk, dan kom ik. En wij willen graag een actie, we willen het verbieden. En dan zegt die rechter, dat doe ik niet. Weet je, dus je weet niet van hoge hand misschien. Ik ken geen beschuldigde vingers. Ik kan niet tegen zeggen van, net zoals die Joris Demming, ik heb er geen bewijs van. Jij bent dat kan ik niet zeggen, ik weet het niet. Weet je? Maar ik vind wel, misschien is dat een van de redenen, ik weet het niet. Oké, nou we gaan je acties afwachten. We zijn heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik hou je op de hoogte. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Hey, tot ziens. Hoi. Hoi. Hey, ga je zien hè? Yes.